Moneybird blijft steeds opnieuw mooie nieuwe features toevoegen. En daarom geef ik in deze nieuwe video een rondleiding door Moneybird, anno zomer 2020. Hoi, ik ben Moneybird-expert Angeline en met mijn kanaal help ik ondernemers om met plezier zelf te kunnen boekhouden in Moneybird. Wil je niets missen? Klik dan even op dat belletje nadat je je hebt geabonneerd. Je krijgt dan een melding wanneer er een nieuwe video online staat. Na het instellen van jouw account zie je na het inloggen als eerste het scherm Doelen. Hier staan de taken voor het bijhouden van de administratie, wat je moet doen in de maand van de BTW-aangifte en welke stappen je kunt zetten voor het afsluiten van het boekjaar. Je kunt overal vanuit het programma terug naar dit scherm door op de bedrijfsnaam te klikken. Daarnaast vind je het scherm Gebeurtenissen. Hier zie je alles wat er gebeurt in jouw administratie. En aan het icoon kun je zien door wie de actie is uitgevoerd. Moneybird heeft zeven hoofdmenu-items. We beginnen bij de eerste: facturen. Hier maak je een eigen verkoopfactuur aan, voeg je extern aangemaakte verkoopfacturen toe, kun je de periodieke facturen bekijken en bewerken, en vind je de incasso-opdrachten. Het tweede menu-item is inkomend. Hier plaats je de inkoopfacturen en de bonnetjes. Kun je memoriaalboekingen maken en algemene documenten opslaan. Inkoopfacturen kunnen vanuit hier betaald worden door middel van een QR-code, via de bankkoppeling of met een verzendlijst, oftewel een betaalbadge. Dan de offertes. Deze spreekt voor zich: hier maak je de offertes aan. Dit scherm en de functies lijken erg veel op die van het menuonderwerp Facturen. De bank. Hier verwerk je alle transacties die plaatsvinden op zakelijke rekeningen, zoals de betaalrekening, spaarrekening, creditcard en andere zakelijke rekeningen. Ook vind je hier de betaalbadges die je kunt aanmaken via het scherm inkomend. De uren. In dit scherm verwerk je de urenregistratie per contact en per project. Dit kan met een timer en ook door de tijden handmatig in te vullen. Wanneer uren declarabel zijn, maak je een verkoopfactuur aan vanuit het urenoverzicht. Het is mogelijk om per gebruiker de uren bij te houden. Contacten. Hier kun je alle zakelijke relaties bekijken, toevoegen en bewerken die nodig zijn om de verkoopfacturen en inkoopfacturen te verwerken. Een relatie kan zowel een klant als een leverancier zijn. Daar wordt geen onderscheid in gemaakt. Rapporten. Onder dit hoofdstuk vind je een aantal verschillende overzichten, zoals die van de resultatenrekening en de balans. Je vindt hier ook het BTW-overzicht van de aangifte, het kaststroomoverzicht, het debiteuren- en crediteurenoverzicht, omzet en kosten per contact, de kolommenbalans en je kunt hier ook de boekhouding exporteren voor bijvoorbeeld een audit. Wat zeker niet vergeten mag worden in dit scherm, is de elektronische BTW-aangifte. Hiermee kan elk kwartaal de BTW-aangifte rechtstreeks vanuit Moneybird naar de belastingdienst verzonden worden. Naast het hoofdmenu heeft Moneybird drie en soms vier icoontjes rechts bovenin de blauwe balk. Het vergrootglas. Hiermee kun je in de hele administratie zoeken naar bijvoorbeeld een naam of een nummer. De taken. Hier kun je alle openstaande taken bekijken, zoals het verwerken van documenten die ontvangen zijn via simpele invoicing. Het tandwiel. Hier vind je diverse instellingen voor je gebruikersaccount, de administratie en ook het accountbeheer. Zo kun je hier bijvoorbeeld de meldingen instellen, extra gebruikers uitnodigen, categorieën en projecten toevoegen en de btw-tarieven wijzigen. Je vindt hier ook de instellingen voor de koppeling met onder andere Simpler Invoering, Ponto en Molly Connect. Door deze rondleiding heb je nu een goed idee gekregen van de mogelijkheden binnen Moneybird. Wil je graag starten met Moneybird? Dan kan dat heel eenvoudig door je gratis aan te melden. Gebruik hiervoor de referral link onder deze video en krijg daarmee in plaats van de standaard 60 dagen een proefperiode van 120 dagen. Dat is meteen 60 euro winst. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe video's. Tot de volgende keer.